Ik ben Ad Laat, innovatiemanager bij Cosun. Cosun is een coöperatie van Nederlandse suikerbietvertelers en eigenaar van een aantal agrofoodbedrijven. SuikerUnie produceert jaarlijks meer dan 1 miljoen ton suiker. Daarbij komt als nevenstroom een grote hoeveelheid bietenpulp vrij dat ze wegvindt naar de veehouderij en vergistingsinstallaties. Sinds een aantal jaren doet Cosun intensief onderzoek naar hoogwaardige toepassing van de inhoudstoffen van deze pulp voor gebruik in de chemie of in home- en personal care producten. We zijn succesvol in het winnen van pectinebrokstukken, oftewel goed wateroplosbare polygalacteronzuur. Daaruit hebben we ook galacteronzuur en een derivaat daarvan, galactaarzuur, kunnen maken. Daarnaast winnen we ook arabinose, een C5-suiker die overeenkomsten heeft, maar die ook verschillen kent ten opzichte van xylose. Wij willen in contact komen met bedrijven uit allerlei sectoren die op zoek zijn naar biobased grondstoffen of bouwstenen. Zie jij mogelijkheden voor onze uit bietenpulp gemaakte producten, pectine, galacteronzuur, galactaarzuur of arabinose? Aarzel niet en doe mee aan de KVK Business Challenge.